12 onschuldige mensen zijn gisteren in Parijs vermoord. Mensen van het vrije woord. Journalisten en redacteuren van het tijdschrift Charlie Hebdo. En twee beschermers van onze democratische rechtsstaat. Politiemensen die de medewerkers van Charlie Hebdo bewaakten. Wij zijn twee collega's verloren. Collega's die net zoals wij staan voor de vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten voor iedereen. Eerbare politiemensen die tijdens het uitoefenen van hun ambt op een barbaarse wijze van het leven zijn beroofd. En reken maar dat dit ons recht in het hart raakt. En zoals in Frankrijk gaan wij de straat op om onze verontwaardiging en boosheid te tonen. Want wie niet het woord kiest, maar geweld, vindt de politie op zijn pad. Een politie voor iedereen die verworvenheden en basisbeginselen van onze maatschappij bewaakt. Want in Europa leggen we onze mening niet op aan een ander. U mag van de politie verwachten dat wij mensen op het goede spoor willen houden. En dat wij mensen aanpakken die de vrede en de rust in de samenleving verstoren. Dag en nacht, 24 uur, 7 dagen in de week.